Gejuich vannacht van het uitgaanspubliek op de wallen op het moment dat de redder het water inspringt. Een verwarde man ligt te water. Hij houdt zich vast aan de kant en wordt ook geholpen door iemand uit een raam. Voor de hulpdiensten ligt hij vrij ver weg. Maar de redder weet de drenkeling wel te bereiken via een pand aan de overkant. De man, een toerist uit Finland, zou al een hele poos in het water hebben gelegen. De redder zwemt met het slachtoffer naar de overkant waar ze uit het water worden gehaald door de brandweer. En even later, als de redder weer wat is opgewarmd, krijgt hij een dikke zoen van zijn trotse vriendin.